Beste Flevolanders, vandaag begint een nieuw jaar. Het is een mooi moment om samen naar de toekomst te kijken en elkaar al het goede toe te wensen. Die goede wensen hebben we in deze dagen misschien wel meer nodig dan ooit. De lockdown is van kracht en het zal niet zomaar weer voorbij zijn. Sommigen van ons zijn moe en moedeloos, omdat we niet altijd meer weten wat we van de toekomst kunnen verwachten. Er is ook veel eenzaamheid. De ruimte om samen te leven is afgenomen. Toch gaan we dit jaar samen verder. Gelukkig maar, want mensen zijn en blijven sociale wezens. Hoewel er vele meningen in omloop zijn, zijn we ook in onze Flevolandse samenleving met elkaar verbonden. Voor mij zijn het geen loze woorden. De afgelopen tijd heb ik daadwerkelijk om me heen mogen zien hoe de mensen in Flevoland naar elkaar blijven omzien. Die onze samenleving en economie draaiende houden. Het zijn onze helden. Helden, zoals u, uw buren, jong en oud. Helden die niet altijd even zichtbaar zijn. In de zorg, in het onderwijs en in de horeca bijvoorbeeld. Onze mensen in de zorg hebben het heel zwaar. Dag en nacht zetten zij zich al bijna 2 jaar onder soms kritieke omstandigheden in voor onze gezondheid en welzijn. Ik denk dan ook aan de druk bij de GGD Flevoland. Er moest bij de GGD gevaccineerd worden, maar ook getest en contactonderzoeken. Nu de pandemie langer duurt dan verwacht, wordt er ook ingezet op boostervaccinatie. Charlie van der Weijden is arts, infectieziektebestrijding. En hoe was uw jaar? Het afgelopen jaar bij mij is eigenlijk, net zoals voor heel veel mensen in Nederland, toch weer heel pittig en uitdagend geweest. Maar binnen de GGD hebben we daarin hele mooie samenwerkingen toch wel gemaakt. Zowel binnen de GGD als binnen de zorg als daarbuiten. Dus we hebben ook hele mooie ervaringen vanuit 2021. De uitdaging die wij hebben zit natuurlijk ook heel erg in het aantal mensen wat bij ons werkt. We moeten nu weer opnieuw opschalen voor het aantal vaccinaties, opnieuw opschalen voor het aantal testen. Dus dat blijft voortdurend een uitdaging, maar we hebben ontzettend leuke en gemotiveerde mensen die voor ons werken. Die echt allerlei verschillende achtergronden hebben en dat maakt het ook wel heel erg leuk om hier te werken. Ja, voor 2022 hoop ik dat we gewoon op een gegeven moment een stuk van de maatregelen weer af kunnen. Dat we naar een nieuw normaal. Ik verwacht niet dat het helemaal zo zal zijn als voor corona, maar wel een nieuw normaal waar iedereen zijn weg weer in kan vinden en veel gewoon weer kan zoals voorheen. En ik hoop ook dat na corona er gewoon voldoende aandacht blijft, zowel voor de zorg als voor preventie, want die blijven heel belangrijk. En in beide velden is het toch een uitdaging om dat altijd weer te doen. Dank Charlie. Mijn waardering voor jou en jouw collega's. Ik hoop dat jouw verhaal ook anderen inspireert om te kiezen voor het werk in de zorg, want dat is echt nodig. Het was ook een ongelooflijk jaar voor de ondernemers. Sommigen konden met moeite het hoofd boven water houden. Sommigen konden op tijd het roer omgooien. Harm-Jan Huttinga heeft een restaurant en een interieurwinkel in Dronten. Hoe ging dat bij jou, Harm-Jan? Het is heel zwaar geweest, maar we zijn altijd wel super gemotiveerd geweest om door te gaan, om te zorgen dat we weer verder konden. Ondanks dat er heel veel niet positief is en dat we het echt heel zwaar hebben, hebben we er alles aan gedaan om alleen maar vooruit te kijken en om iedereen enthousiast te maken, ook op de werkvloer, maar ook onze gasten. Dus met eigenlijk alleen maar positiviteit naar buiten. En een extra vraag. Deze maand moest het weer allemaal dicht. Hoe voelde dat? Ja, je bent 2 dagen bij je lam geslagen. Ben je verdrietig, gefrustreerd, maar na 2 dagen krabbel je weer naar boven. En je gaat weer bedenken wat je kan gaan doen om dit ook weer doorheen te komen. En om er toch nog weer uiteindelijk een feestje van te maken. Want we moeten er op de werkvloer een feestje bij houden. Want anders is het gewoon niet vol te houden en niet te doen. Dus dan maar alleen positiviteit. En natuurlijk achter de schermen thuis moet je er ook zelf even weer helemaal uitkomen om weer die energie te vinden. Nou, mijn wens voor 2022 is dat wij als horeca zijnde niet als jojo gebruikt worden. En zo voelt het wel. Continu horeca. En dat we gewoon weten waar we aan toe zijn en dat we geholpen worden. Want dat is niet altijd echt het geval. Dankjewel, Harm-Jan. Veel sterkte. En ik wil aandacht geven ook aan het onderwijs. Het is belangrijk dat er mensen voor de klas staan om jongeren te helpen met hun ontwikkeling. Angela Essayas
van de Driemaster in Almere is er daar één van. Angela is dit jaar verkozen tot de beste lerares van Nederland. Angela, hoe heb jij het jaar ervaren? Stressvol. Ik denk dat elke leerkracht in het onderwijs echt wel even zo heeft gezeten. Het was enorm veel schakelen. Maar ik denk dat we wel hebben laten zien dat we ontzettend flexibel zijn, veerkrachtig. Maar ik had wel echt zorgen. In het begin vonden de kinderen het natuurlijk prachtig. In de zin van niet dat corona prachtig was, maar oh, we hebben vrij. Maar naarmate het langer en langer duurde, merkte je toch echt wel dat ze de banden misten in de groep. Het samen zijn, gewoon normaal les volgen. Dus ja, dat waren pittige tijden. Wat ik wens voor 2022 is dat we de leerkracht echt in zijn of haar kracht zetten. Ik denk dat de afgelopen periode echt heeft laten zien dat leerkrachten ertoe doen. Het is echt niet niks. Iedereen zit thuis. Maar leerkrachten dan ook nog eens met hun eigen kinderen. Dus die moeten ook nog hun eigen kinderen goed begeleiden. Daarnaast dan ook nog eens lesgeven. En ik denk dat dat nog wel eens vergeten wordt. Dus dan is dit denk ik een shout-out naar alle leerkrachten. Ik wens ze heel veel succes, heel veel liefde toe. We doen het samen. En ik ben super trots dat ik hier als juf dat nog eventjes mag brengen. En ik wens iedereen een heel gezond 2022. Heel veel sterkte. En alle waardering, Angela, voor jou en je collega's. Beste mensen, ondanks alle tegenspoed die we te verduren hebben gekregen, hebben we met elkaar een enorme veerkracht getoond. En dat verdient een groot compliment aan iedereen. Want die veerkracht geeft ons allemaal de moed om vooruit te kijken naar het jaar dat voor ons ligt. Een jaar waarin Flevoland tijdens de Floriade mag groeien en bloeien op het wereldtoneel. Ik sta hier op het Floriade-terrein in het paviljoen van de provincie. De Floriade belooft een unieke wereldtentoonstelling te worden. Een prachtige etalage voor onze dynamische provincie. Met duizenden internationale bezoekers. En ook u bent van harte welkom. We kijken uit naar een jaar waarin het nieuwe kabinet vanuit het regeerakkoord met ons samen wil bouwen aan een beter en sterker Flevoland. Naast de verdere opbouw van onze provincie zal daarvoor ook herstelwerk moeten worden gedaan. Aan de opgave om meer woningen te bouwen wordt hard gewerkt. Maar we bouwen niet alleen woningen. Ook onze infrastructuur en goede zorgvoorzieningen. Een cultureel aanbod, de energietransitie en vele andere opgaven zijn essentieel. Samen bouwen we aan de Flevolandse samenleving van de toekomst. En belangrijk is dat daarbij wordt gewerkt aan het vertrouwen in de overheid. Samen met Provinciale Staten en met mijn gedeputeerden Jan de Reus, Cora Smelik, Jan-Nico Appelman, Harold Hofstra, Job Fakkeldij en Michiel Rijsberman werken wij hieraan. Maar ook samen met de 6 gemeenten en ons waterschap zetten wij ons in voor een inclusieve en krachtige samenleving. Het Flevoland van de toekomst. En ik nodig u allen van harte uit om met ons mee te doen. Door aandacht te blijven houden voor elkaar. Door elkander vriendelijk te bejegenen en samen de rust te bewaren. Want zo maken we onze beste wensen samen waar. En ik wens u en iedereen die u lief heeft een heel goed en gezond 2022 toe.